De vrijheid van religie. Ik ben nu van overtuigd dat zelfs de vrijheid van religie een tool is geweest. Verklaar me niet voor gek, want ik kan het uitleggen. Een tool is geweest om de kolonialisme van Nederland toen der tijd in stand te houden. Weet je waarom? Waarom? De problemen in Nederland waren, en dit is niet dat ik per se een boek heb gelezen, maar ik keek naar de geschiedenis en van hey, volgens mij, uh, ik weet niet, ik wilde een artikel over schrijven, maar nu krijg je de premier ja. hier, is van de, de christenen, protestanten, heel veel religies in Nederland hadden heel veel oorlog en ruzie ja. met elkaar. Dus wat de Nederlanders in de uh, andere landen deden, sommige van hun waren er vet tegen die hadden zoiets van ja slavernij en uitbuiting. Nee, maar in ja. de Bijbel staat dit, dus het mag. Zij zijn andersdenkende en zo moet je ze onderwerpen. Ja. Hetgeen wat zij ons van beschuldigen, deden ze vroeger zelf. Hè? Dat is duidelijk, okay. ja. ja. En uiteindelijk is iemand met een geweldig idee gekomen. Vrijheid van religie. Dus als, iedereen, als we iedereen met rust laten om een religie uit te kunnen voeren, is er niks aan de hand. Er is één maar. Don't mess with our politics. Dus als iedereen dat accepteert, dat betekent niet, don't mess with our politics, van, uh, is dat je geen ander alternatief, een radicale ander alternatief kan aanbieden. Ja. Want dan gaan we jou met de grond gelijk ja. maken. Maar kijk, dus, ik zeg ja. ook niet dat die heren of dames aan de top, dat zij daar met oprechte intentie zitten. Daar ja. geloof ik natuurlijk niet in. Ze zitten wel met oprechte intentie. Nee, ik, ons heb kapot over, te maken. ik heb niet over kamerleden. <laughs> <Ja>. <laughs> maar ja. ik vind wel, kijk in Nederland, mijn kinderen kunnen naar de moskee. Zij kunnen naar Koran Ik kan hun opvoeden zoals ik dat wil. Ik heb daar de vrijheid in. Uh, ik kan voor mezelf uitkomen. Ik ben moslim. Ik mag met een gewaad over straat lopen. Ik kan raar worden aangekeken. Maakt niet uit. Natuurlijk in de Schilderswijk iets minder. Daar is het makkelijker. Daarom wil ik ook nooit weg uit de Schilderswijk. Ja. Het is gewoon zo fijn hier. De naag 070. Juist. Prachtig, ja. <laughs> maar als ik bijvoorbeeld kijk naar heel veel andere islamitische landen. En ik moet een vergelijking maken tussen opvoeden van mijn kinderen hier. Kijk, wat jij het hebt, waar jij het over hebt, is natuurlijk een ander niveau. Ik kijk echt op een normaal niveau, mensniveau, dagelijkse bezigheden, et cetera. Ik zeg niet dat alles goed gaat, maar ik kan hier moslim zijn. Mijn kinderen kunnen hier moslim zijn. En ik wil blijven bewaken dat het voor de volgende generatie ook nog kan. Ben, wil ik ook. Dus ja. ik denk dat we niet zozeer verschillen in het doel die we hebben. Um, en wij moeten ook gewoon realistisch zijn ja. uh, dat de kans heel erg groot is dat we als moslims ook hier zullen blijven. Dus dat ben ik ook helemaal ja. 100% met je eens. Maar ik, uh, ik, vind niet ik ben niet mee eens per se dat wij. De tools. Jij we hebt we we ja, welke tools, tools gebruik je Ja, maar dan nog dat de, de tools die er worden gebruikt, dat daar dat een gevaar in ligt als de moslims daarvan overtuigd zijn. En daar, daar ben ik wel mee hoor, uh, eens over de politiek die er wordt gebruikt. Want ik zal je vertellen waarom bijvoorbeeld je zegt van heel mooi: van joh, uh, ik wil moslim zijn. Dat wil ik ook. Ik wil ook gewoon moslim zijn en hier blijven. Maar dan ga ik kijken van oké okay, is goed. Wat kan ik doen om moslim te blijven en welke dingen kan ik gebruiken en welke dingen kan ik niet gebruiken? En bijvoorbeeld de democratie kan ik gewoon totaal niet gebruiken omdat ik het fundamenteel zie dat het gewoon tegenover de islam staat. In democratie mensen soeverein, islam, Allah's maat als allah soeverein. Oké, okay. maar nu kijken we naar van kunnen we echt hier echt moslim blijven omdat de wetten telkens verscherpt worden. Nu heb je twee oplossingen. Eén is, zoals jij zegt, meedoen met het systeem om het verschil te kunnen maken. En ik zeg dan weer: het systeem zorgt ervoor dat je gewoon kunt zeggen wat je wilt. Maar het verschil zou je niet kunnen maken vanuit uh, de grondwet aan zich. Dat is een andere discussie, daar wil, uh, wil ik niet meer lastigvallen. Kunnen we misschien nee. na de podcast doen. Waar ik aan zit te denken is: van: oké, okay, dat betekent dat de moslims verenigd moeten zijn buiten. Want er is ook, je hebt ook een oplossing buiten het politiek systeem. Uh, niet ja, ja, van uiteraard. deelname. Snap ja. je? Dus, uh, en daarin vind ik wel dat je tegen mij kan zeggen van oké, okay, Bilan niet dat je dat per se direct zou zeggen. Ja, maar wat betekent jij dan? Prima. Je hebt kritiek. Ja. Uh, heel veel punten zal ik ook misschien met je eens zijn. Ja. Uh, andere punten misschien niet. En andere dingen waar ik misschien over ga nadenken, wat je zegt. Maar hoe kan jij dan alsnog hetzelfde probleem wat we hebben proberen te verhelpen? En daar ben ik met je eens. En daarom bijvoorbeeld een initiatief als Dien en Doen. Ja, maar ook bijvoorbeeld het feit dat wij uh, campagnes organiseren en lezingen houden... om islamitische identiteit te beschermen. En soms zit je in een positie waar je niet in de frontlinie bent. Ja. Waarin je heel veel moet gaan beschermen en verdedigen. Maar het behoud van de islamitische manier van denken is heel erg belangrijk... Ja. En dat is de bijdrage die wij leveren. Ja. Dus ja, oké, okay, ik ben misschien niet actief om moskeeën hier en daar te realiseren. Maar ik ben vet actief om ervoor te zorgen dat de islamitische manier van leven en denken wordt behouden. By any means necessary. Ja. Als ik een voorbeeld kan geven van de Sahaba bijvoorbeeld. De profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De Sahaba die werden gemarteld in Mekka. Oké. Okay. Kon hij het makkelijker maken voor de Sahaba in Mekka? Zeer zeker. Door bijvoorbeeld de voorstellen aan te nemen van de Mosherikin. Van je luister. Jij krijgt dit, dan doen wij rustig. Nee. Of stop met jouw dame rustig. Hij zegt nee, ik blijf doorgaan, al geef ja. de maan aan mijn linkerhand een zon. Dat daar was juist het gevaar voor hun. Exact. Ja. Ik zal blijven doorgaan totdat deze Dien zal domineren nee. of dat ik zal sterven. Dus de sahaben zijn overleden in Mekka. Terwijl de uh, restricties konden worden verminderd hun. En daarom is het voor mij moeilijk, omdat ik kijk naar het leven en de perceptie en inter ja. uh, interpretatie van een siera op deze manier begrijp. Kan ik niet ja. deze keuze maken? Maar, maar wat ik wel heb geleerd van, van jou ook en ook van anderen die wel participeren, is van ja, bijvoorbeeld dingen zoals een pressiegroep. Daar ben je niet gebonden aan, uh, aan de gemeenteraad of de Tweede Kamer, nee. maar dat je de moslims verenigt. Dat stel je voor als er een discussie is uh, over uh, uh, ja, begraafplaats in Den Haag, dat er een voice komt. Ja. En, en daarin zit ik dan wel serieus over na te denken: van ja, hoe kunnen wij dat realiseren?